Hi, mijn naam is Nick en ik wil je graag even bijpraten over de situatie op de cryptomarkt, maar vooral de situatie met Firstcoin. Zoals je kan zien, nu dramatisch, een prijs van onder de $8000 in Bitcoin, lange tijd dat we dat gezien hebben en overal een algeheel sentiment van je moet eruit en je moet wegwezen. En een angst in de markt al een paar dagen, waardoor die koers zo hard naar beneden gaat. En de aanleiding is eigenlijk vooral dat er een soort oorlog gaande is tegen Bitcoin, om te voorkomen dat Bitcoin zich verder uitbreidt als betaalmiddel. Je ziet een aantal regeringen, een aantal landen die de handel in Bitcoin en cryptocurrency willen beperken. En dan onder het mom van dat ze Bitcoin gebruikt wordt om geld wit te wassen enzovoorts. En wat eigenlijk helemaal niet zo is, maar ze willen gewoon greep houden op het betalingsverkeer. Maar goed, dat terzijde. Maar dat is wat erachter zit. En dan gaan mensen verkopen, de prijs gaat naar beneden en dan ontstaat er angst in de markt, zoals nu. Je ziet hier de koers van Bitcoin. 7 dagen van 12.000 naar nu 7800 zelfs. Ja, dat zijn heftige schommelingen. Maar dat is op zich niet ongewoon voor deze markt. Het is gewoon een jonge markt die gepaard gaat met grote schommelingen door geruchten, door veranderingen in de situatie wat cryptocurrency betreft. Maar goed, het is niet leuk, geef ik meteen toe. Ik denk dat het geen goed idee is om nu te verkopen, maar goed, ik ben geen financieel adviseur, dus dat is iedereen zijn eigen keuze. Hier zien we de situatie met Firstcoin, waar ik je eigenlijk over bij wil praten. We zien Firstcoin op een dramatisch laag dieptepunt ook, wat we sinds het begin van de coin niet hebben gezien, rond $2. En we zien dat het nu een beetje blijft stabiliseren rond die $2. En dat is natuurlijk niet leuk als je al een pakket hebt. Aan de andere kant denk ik dat het ook niet zo'n probleem is. Ik denk dat het echt een heel tijdelijke situatie is. En de reden ervoor is dat er helemaal niks mis is met het bedrijf of met Firstcoin. Ze zijn daarentegen juist heel druk bezig om hun situatie te verbeteren. Een van de redenen waarom deze daling er is natuurlijk dat Firstcoin meegaat met de hele markt. En mensen die willen winst nemen of eruit halen wat er nog in zit. En de mensen die nu Firstcoin verkopen, die zijn waarschijnlijk ingestapt rond dit niveau, van rond de $2. En die denken van oké, ik heb een paar maanden lang mijn uitkering gehad en nou, ik zie dat het nu naar beneden gaat, wegwezen. Nogmaals, ik denk dat het geen goed idee is, want er is niks mis met het bedrijf. Het bedrijf is alleen maar beter met ons gaan communiceren. En naast de daling van de algehele markt is wat er ook gaande is, dat Firstcoin heeft zijn KYC geregeld, oftewel zijn Know Your Customer. Het feit dat je dus moet aangeven, je moet een kopie laten zien van je rijbewijs of je paspoort, zodat je weet wie de klanten zijn. En dat is een heel goed ding, want een van de dingen die er nu, van de argumenten die wordt gebruikt tegen cryptocurrency en met name ook Bitcoin, is dat je daar anonieme transacties mee kan doen en dat je geld zou kunnen witwassen en dat de regeringen geen greep hebben op wie welke transactie doet. Door zijn KYC te regelen voldoet Firstcoin aan die officiële reglementen en is er wat dat betreft dus een veel mindere kans of denk geen kans dat verboden wordt of wat dan ook. En dus in die zin doen ze het gewoon heel goed. Bovendien zijn ze bezig met hun projecten, ze communiceren goed. Er is helemaal niks mis met dit bedrijf. De andere kant van deze daling dan is dat het een aantal kansen oplevert. Als je kijkt naar Firstcoin, je kan in Firstcoin, je kan daarvan profiteren, zeg maar. Je kan Firstcoin ondersteunen, investeren. Door een pakket te kopen. Het goedkoopste pakket nu is $100 en voor $100 kan je op dit moment 48 coins kopen. Nou, wat gebeurt er als die coin $1 omhoog gaat? Dan is je pakket niet 48 of voor de minste $100 waard, maar anderhalf keer zoveel. En als je de kans dat pakket over 6 maanden lager staat dan die 2 van nu is, denk ik, ja, minimaal gewoon. En de kans dat die hoger staat is heel veel groter.
Stel dat de koers in die 6 maanden van 2 naar 10 gaat. Dan is je pakket dus 5 maal zoveel waard. Oftewel, je $100 is $500 waard. En nog interessanter is natuurlijk, als je naar de pakketten kijkt die een uitbetaling leveren. Zoals het pakket van $10.000. Voor $10.000 koop je nu 4807 coins. 4807 coins lever je. Waar is mijn. Lever je 7% op. En dat is zeg maar 7 keer 4 is 28. Nou, zeg maar rond de 300 coins op. Iets meer dan 300 coins op. Maar laten we voor het gemak, voor het rekengemak even zeggen 300 coins. Die 300 coins die zijn dus dan nu 7%, oftewel $700 waard. Maar als die coin zeg maar naar 10 gaat, dan is je maandelijkse uitbetaling niet $700, maar is die $3500. Want je krijgt hetzelfde aantal munten, alleen die munten zijn veel meer waard. Bovendien, de kans dat die munt, dat first coin, over 6 maanden op $10 staat, is zeer aanzienlijk, aangezien we al veel hogere prijzen hebben gezien. Dus dan zijn je 4800 coins zijn 5 maal zoveel waard. Oftewel, 5 keer 5 is $25.000. En ik denk dat dat een heel interessante mogelijkheid is. Nogmaals, ik snap, iedereen is bang in deze markt. Mensen willen er eerder uit dan erin. Maar met Firstcoin, waar niks mis mee is op dit moment. Dus die daling is eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan concrete dingen anders dan de daling in de algehele markt en het gebeuren met de KYC in december. Maar goed, dat is nu allemaal geregeld. Ze communiceren goed. Ik denk dat het een supergoeie kans is. En ik wou dat ik opnieuw het geld had om opnieuw een groot pakket te kopen, dan zou ik dat zeker doen. Nogmaals, ik ben geen financiële adviseur. Investeer geen geld wat je niet bereid bent te verliezen. Er is altijd risico met wat voor cryptocurrency je ook koopt, hoe goed het er ook allemaal uitziet. Dat moet je overwegen. Iedereen moet zijn eigen beslissing maken. Ik doe dit op eigen titel en ik denk voor mijzelf en dat het een overweging zou zijn, omdat dit een heel goede keuze zou kunnen zijn, een heel goede kans is om daar nu mee in te stappen en daarvan te profiteren. Nou, vind je dat ook? Via de link beneden de video, creëer een gratis positie in Firstcoin. Dan neem ik zeker contact met je op of laat een commentaar achter. Like de video als je hem interessant vindt. En overweeg het. En als je een positie creëert in Firstcoin, dan neem ik zeker contact met je op om je te helpen om je positie ook te activeren en de coins te kopen en eventueel actief te worden als je dat zou willen. Dat hoeft niet, maar dat kan. En wie weet is het een overweging. Maar neem vooral je eigen beslissing en doe je eigen onderzoek. En wie weet. Ik denk dat dit